Hallo lieve waterman, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 39, 25 september tot en met 1 oktober. Het is een algemene reading, dus haal er vooruit wat je nodig hebt. We gaan even kijken, lieve waterman, naar jouw hoofdthema. En hij vliegt de andere kant op. Wat ik dus voel is dat je dus vooral bezig bent met stukjes verleden nog op te lossen. Puzzelstukjes op de plek te laten vallen en het lijkt alsof je daar meer tijd voor nodig hebt. Er wordt ook gezegd dat deze periode, oftewel de herfstperiode, ga je daar meer mee aan de slag. Vallen meer dingen op zijn plek, komen er emoties vrij. Maar geven ze ook eigenlijk aan dat je weer meer in je kracht komt. Alles zal weer op zijn plaats vallen. En weet dus ook, maak je geen zorgen, alles komt goed. Je zit soms te veel in het verleden vast. En daardoor maak je je misschien zorgen over nu en over de toekomst. Dus probeer dingen wat losser te laten. We gaan eens even verder kijken, lieve waterman. Wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de waterman deze week verwachten? Eens even kijken. Ik zie dat er een aantal van jullie misschien ook echt wel bezig is met schulden af te lossen. Maar daarnaast zie ik vooral dat het belangrijk is om je te focussen op hoe kan ik weer vliegen? Hoe kan ik mijn vleugels weer spreiden? Hoe kan ik zijn wie ik ben? Oude lasten echt loslaten om te transformeren naar wie ik echt ben. Daarnaast zie ik vooral dat je bezig bent met je basis. Dat je op zoek bent naar synchroniteit. Dus het zou best wel kunnen dat je dingen ineens in gang lopen. Of dat je denkt, nu komt iedere keer dit hoofdthema naar voren. Daarnaast hoor ik ook, durf wel speels te zijn. Want als je te serieus bent, loop je vaak weer vast. Ga met de stroming mee. Laat dingen over je heen komen. En de positiviteit komt er echt weer aan. We gaan eens even verder kijken naar een mooie positieve boodschap. Wat mag ik jullie meegeven? Hou je aan je woord. Je bent sterk genoeg om je aan de belofte die je deed te houden. Krabbel nou niet terug. De engelen geloven in je. En teken uit de hemel. Je dierbaren die zijn overgegaan, die zwaaien naar je. Ze weten, het komt goed met je. Lieve waterman, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Wil je een 1-op-1 reading? Dat kan. Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl. Daarnaast zijn er nog maar enkele plekken voor de Biosensor Workshop voor deze zaterdag 30 september. En de opleiding gaat weer van start 12 januari. Wil je erbij zijn? Wie weet zie ik je daar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.